In wedstrijd 3 stonden leider Borgerhout Groenwit en Florian tegenover elkaar. Winst zou door het gelijke spel van AKC Luma de zekerheid geven aan de Zebra's dat ze de competitie als leider gaan afsluiten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de thuisploeg is in strijd voor de run-up finale te ontwijken en moest bijgevolg vol aan de bak. Het zijn de rood-witte die de beste start nemen en van alle hoeken en kanten van het veld scoren. En zo gaan we naar een tussenscore van 4-10. Het zijn de meiden en gasten uit Borgerhout die de controle over de wedstrijd hebben, waar ze bij de thuisploeg alleen maar kunnen hopen dat ze, zoals ze wel meer doen, een sterke tweede helft spelen om zo nog terug in de wedstrijd te komen. Rusten gaan we met een 8-13 scoren. De Sharks komen dan in het begin van de tweede helft boven water en zetten hun tanden in de Zebra's, die op dat moment geen antwoord hebben tegen dit blauw-wit geweld. En zo komt de thuisploeg helemaal terug in de wedstrijd. We spelen amper 6 minuten en de 13-13 is een feit. Borgerhout kan dan nog wel de 13-15 laten optekenen, maar het is Ruben van Gaart die de thuisploeg voor een eerste maal op voorsprong zet. Het staat 16-15. Spanning droef, maar Borgerhout staat uiteraard niets voor niets aan de leiding van de Topli-competitie en loopt terug uit. Het staat 16-19. Wedstrijd gespeeld op dat moment en zo is de laatste speeldag, volgende week zondag, een belangrijke, want met de komst van Skaldis staat er voor de Sharks uit Merelbeke maar één opdracht op het schema en dat is winnen. We begonnen heel scherp, ook omdat je weet dat Florian voor zijn laatste kans gaat, moet je altijd, ik heb al gezegd, qua vechtkorfbal moet je 0-0 eindigen aan het eind en dan moet je qua korfbal winnen. En we bleven in het begin uit de vechtsituaties. En op een gegeven moment gingen we mee vechten. En vechten bedoel ik in de goede zin des woords. Dat moet Florian doen. En dan gaan wij ook de duels te veel aan in plaats van te blijven korfballen. Raymond, ja, het heeft niet mogen zijn. Nee, helaas. Een uitstekende Borgerhout. Eerste helft, Glenn die alles binnensmijt. Ja, daar hadden we problemen mee om dat verdedigend op te lossen. Dus we gaan rusten met een 5 doelpunten achterstand. Nee, ik denk dat we de tweede helft poppetjes op de juiste plekken gezet. En nou, we komen terug, we nemen de leiding. Volgens mij acht minuten voor het einde van de wedstrijd. En dan blijkt het toch eventjes te haperen. Hè? En veel kansen over en weer. En viel voor ons ongelukkig uit. Ja, dan komen we uit de kleedkamer en dat was niet best. En Florian, dat wisten we, die gaat voor zijn laatste kans. En die moeten. En die gaan van bank spelen. En wij lopen erachteraan en dan staat het even voor rust 13-5 en dan staat het 5 minuten na rust 13-13. En dan kan je weer opnieuw beginnen. En dat is lastig, dat is moeilijk, maar dat doen we wel goed. We komen zelfs nog achter, dan doen we wat omstellingen en dan weten we gelukkig de wedstrijd toch weer te keren onze kant op. En dat is wel weer de klasse van Borgerhout, alleen ik vind wel dat wij niet in deze fase mogen komen. Volgende week winst betekent dat jullie de runner-up kunnen ontwijken. Ja, nee, dat klopt. Een hele fijne uitslag voor ons. In ieder geval dan hebben we alles nog in eigen hand. En daar gaan we volgende week gewoon heel erg toe vechten. Had je dat verwacht aan het begin van het seizoen dat je tot de allerlaatste speeldag zou moeten spelen? Nou ja, links en rechts hebben we het wel over gehad. En dat het waarschijnlijk op de laatste speeldag uit zou komen. Dat het dan zo uitkomt, dat is dan wel heel toevallig. Maar ik had liever gezien dat dat niet het geval zou zijn. En tijdens de kerst stonden we er goed voor. En nu volgende week knallen.